Bier en humor, twee elementen die het boek De Herlaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst doorkruisen. In 12 hoofdstukken, allen te lezen als aparte verhalen, geeft de schrijver een fictieve weergave weer van zijn jeugd, wel met een aantal verzonnen elementen erbij. Het verhaal draait om de familie Verhulst. Die bestaat uit een aantal ooms die nog bij hun moeder wonen. De moeder moet haar hoofd koel houden tussen deze gokkende, rokende, zuipende bende. Dit allemaal voor de jonge Dimitri. Die staat erbij en kijkt ernaar hoe zijn vader en zijn ooms het geld uitgeven aan roken en drank en gokken. Op een dag kan de moeder het niet meer aan om voor Dimitri te zorgen en schakelt ze jeugdzorg in. Op dat moment beslist de vader om naar een afkikcentrum te gaan, maar jammer genoeg zonder succes. Voor mij geeft het boek een goed beeld weer over een mislukte vader-zoonrelatie en ook over een slechte opvoeding, slechte jeugd. Namelijk de jeugd van Dimitri. Dus ja, het is een triest boek. Maar minstens even zo vermakelijk. Vaak weet Dimitri Verhulst binnen slechts een zin een weldoordachte, zwartgallige grap te persen die werkelijk je lachspieren doet samentrekken. En ik heb genoten van het boek door het verhaal, de humor, Verhulst sappige woordkeuze en ook de prachtige ontwikkeling die we zien naarmate het einde nadert. Dit boek is echt een absolute aanrader voor iedereen.